De mensen die mij een verwaarde psycholoog noemen, ik heb het over André Misikaba. Als hij een behoorlijke volksvertegenwoordiger was, dan had hij zijn president aan het begin van zijn presidentschap gecorrigeerd toen die besloot om de prijzen van primaire levensmiddelen in Paramaribo te bevriezen. Alleen maar om het leven voor de mensen hier aangenaam te maken. Want zo André Misikaba met een klein beetje IQ moeten hebben gezegd van nee, pres, dat kunt u niet maken. Want er zijn nog meer mensen in Suriname die ook gebukt gaan onder de levensomstandigheden. Dat heeft hij nooit gedaan. De president heeft in het verleden vaak gebruik gemaakt van het toestel van SLM. Terwijl het toestel geprogrammeerd stond om te vliegen naar Amsterdam. Daarmee heel wat mensen schade berokkend. Als André Misikaba werkelijk een goede volksvertegenwoordiger was, dan had hij die acties van de president afgekeurd. De president benoemt mensen tot minister en hij is de enige president die zoveel mensen heeft moeten ontslaan. Dat wil zeggen dat zijn benoemingsbeleid niet deugt. En binnen de NDP heeft niemand blijkbaar de durf om tegen president Bouters te zeggen van dat wat u nu van plan bent te doen is niet goed. Het is niet goed voor de partij en het is ook niet goed voor het land. En wanneer mensen in een politieke partij de leider slaafs volgen, dan kunt u zich wel voorstellen dat zij als een Braziliaanse bij zullen reageren op iemand van buiten die de partij komt bekritiseren. Maar eigenlijk zou de NDP heel blij met mij moeten zijn. U bent dus niet een verwaarde psycholoog? Het is mij niet gelukt om de argumenten van André Misikaba te lezen, waaruit hij afgeleid heeft dat ik een verwaarde persoon ben. En zodra iemand niet met argumenten heeft kunnen aantonen dat zijn diagnose of zijn uitspraak of zijn oordeel over mij terecht is, dan lig ik daar niet wakker van. Persoonlijke aanval? Dat is nou precies het voorbeeld van een persoonlijke aanval. Want ik geef aan wat er misgaat binnen zijn partij. En het enige wat hij kan uitbrengen is dat ik een verwaarde psycholoog ben. Maar liever een verwaarde psycholoog dan een schoothond. Want wanneer je je gedraagt als een slaaf binnen een partij, denkende dat je daardoor hoog zou scoren bij de persoon die de machtigste van is van de partij, dan ben je niet bezig de partij te dienen. Het is een paradox. Je moet juist daar waar de partij regelmatig of geregeld fouten maakt, daar moet je proberen te corrigeren. Dan ben je bezig te werken in het belang van de partij. Maar bij de heer Misikaba leeft de misvatting, en hij kan ook niet helpen, want om bepaalde dingen te begrijpen heb je verstand nodig. Maar bij hem leeft de misvatting dat zolang hij of zodra hij het opneemt voor de partij, irrationeel reageert, tekeer gaat op een podium, dat hij bezig is de partij te dienen. Ik zou als NDP'er niet blij zijn met een eventuele leiderschap van André Misikaba.